Wij zijn zelf ondernemers. We zijn eigenlijk altijd bezig geweest met kansen in de markt. We zagen altijd meer kansen dan dat we tijd en middelen hadden. Die combinatie van strategische uh, denkkracht gecombineerd met executiepower. Hij is commercieel verantwoordelijk voor Loyals Groep, een full service agency dat zich richt op ondernemend Nederland. Hoe helpen ze ondernemers? Welke uitdagingen hebben ze mee te maken? En hoe onderscheiden ze zich in die bomvolle markt van digital agencies? We gaan het allemaal horen. Welkom bij CWD TV. Hartelijk welkom, Jerry Remmers. Uh, CCO heet je officieel, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dan ben je commercieel verantwoordelijk, toch? Ja, ja, nee, ja, ja. Dat is een maar van de ook, ook mede-eigenaar. Dus dat, uh, je taak gaat breder dan dat. Ben je zelf een ondernemend type? Ja, ja, zeker. Ik denk uh, op mijn 16e stond ik al op de Albert Kuip bij mijn opa en oma. En, oh, letterlijk op de Albert Kuip. Uh, letterlijk ja. op de Albert Kuip. Wat verkocht je dan? Uh, kleding. En uh, daar heb ik eigenlijk wel geleerd dat. Uh, ja, daar liepen allemaal dezelfde mensen met een paar euro in hun zak. En uh, daar leerde je eigenlijk ook natuurlijk dat je concurrent niet alleen. Degene was die kleding verkocht, maar ja. ook je concurrent uh, die iets anders verkocht of een substituut. Want het gaat om die euro's die in die zak zitten. Ja, ja, dat ja. is het. Hè. En, uh, en uh, dat zie je natuurlijk uh, op de ondernemer waar wij ook op zitten. En ja. Met de groeipotentie die hij ziet en die hij ja. heeft en de wensen die hij heeft, zie je dat daar ook in terug. Hè. En uh, hij kan natuurlijk maar één kruid geven. Maar je, ziet, je ziet best wel bureaus... Ga het gaat zo meteen hebben over de structuur van jullie bureau... er gebeurt ja. natuurlijk veel in jullie branche. Uh, jullie kiezen heel bewust voor een specifieke doelgroep. Uh, Ondernemend Nederland noemen jullie het dan. Ja. Van waar die, die keuze? nou Het is een stukje passie... Wij zijn zelf ondernemers. Uh, uh, ik heb samen met mijn compagnon Jury uh, Lieberton uh, hebben we deze club gebouwd. Uh, en uiteraard met alle andere uh, teammensen die daar uh, aan, uh, aan meegewerkt hebben. Maar uh, ja, we zijn eigenlijk altijd bezig geweest met kansen in de markt. Uh, en we zagen altijd meer kansen dan dat we tijd en middelen hadden. Ja. Uh, dus uh, uh, dat uh, spectrum willen oplossen ja. uh, is eigenlijk een van de grootste drijfveren geweest om Lawless Groep te bouwen. En daarom hebben we dus ook een uh, full service agency met uh, met Inmiddels zeven labels die op uh, ja, specifieke uh, specialisaties uh, leveren uh, die groei uh, waarmaken hè? Voor, voor, de voor de ondernemer. Maar ja. ik kan me voorstellen, even terug op jouw Albert Kuip ervaring, dan laat je dus, dan komt er straks een niet-ondernemer, uh, weet ik veel, ja. uh, die, die komt langs en je hebt ook euro's in de zak. Dus ja. dat opportunisme heb je dan wel een beetje laten varen. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, um, als je er echt goed naar kijkt, uh, werken wij uh, het liefst voor opdrachtgevers waar een ondernemend managementteam nog zit, ja, of de ondernemer nog wel een flinke vinger in de pap heeft. Ja. Uh, als je dat een beetje moet schalen. Op groepslevel uh, zie je dat wij ons focussen op uh, opdrachtgevers. Uh, Licht er eventjes aan waar ze in zitten, maar vanaf 5 miljoen euro omzet ja. tot een 50 miljoen euro omzet of zoiets. Dus dus dat ja. is echt de sweet spot voor de groep. Ja. Uh, daar bouwen we een team omheen met strategen uh, en uh, gaan aan de slag voor een transformatieopdracht voor de komende drie tot vijf jaar. Ja. En uh, dat betekent vaak zijn onze opdrachten, we willen verdubbelen, verdriedubbelen, vervierdubbelen of we willen een nieuwe markt opzetten of uh, uh, be betreden. En ja, daar bouwen we dan echt een team omheen. Ambitieus groep. Ambitieuze groeiplannen, groeiplannen, ja. ja, ja. En natuurlijk, we groeien ook door. Hè. Zoals uh, Bergman Clinic zijn we al 17 of 20 jaar uh, opdrachtgever van. En dan merk je wel dat je in de reis van naast de ondernemers zitten... echt mee bepalen waar gaan we in investeren... welke elementen moeten we gaan, ja. gaan digitaliseren... of ja. welke marketing moeten we gaan inzetten. Dat je steeds meer groeit naar specialisatie. Ja. En dat vinden we ook mooi. En daarvoor kiezen we dus ook voor, die, ja, voor onze strategie... voor onze, onze organisatiestructuur... Uh, waarbij we in de groep echte strategen uh, bieden... En, uh, ja, eigenlijk creative consultancy bieden om, om groei te realiseren. Ja. Uh, en in de, in de labels uh, bieden we gewoon 100% specialisme. Want uiteindelijk willen we in deze tijd ondernemers toch ook wel echt met specialisten werken. Ja, want dat vroeg ik me af. Want het, is, het blijft een lastige spagaat. Dat aan de ene kant wil je full service zijn, want dan pretendeer je ook een bepaalde schaalgrootte. Nou, jullie pretenderen dan niet alleen, maar die heb je ook. Ja, ja. Maar je hebt ook full service energie's met twaalf man. Dan denk je ja. altijd, hoe doe je dat? Ja. Maar jullie hebben best wel wat mensen zitten inmiddels. Uh, maar aan de andere kant, precies wat jij zegt, zijn ondernemers ook... ...heel erg op zoek, zeker nu denk aan AI... ...en dat is het toestand, dat is echt heel bewust... ...hele specifieke... Uh, ...hoe zorg je voor de balans daarin? Want het lijkt me aan de ene kant best lastig... Ja, uiteraard. We, we kijken echt. Uh, we, we stemmen het af op de opdrachtgever. Dus we kijken echt waar die wensen zitten. Uh, maar ook in welke groeifase die zit. En ik denk, ik kijk naar onszelf. Uh, en dat is denk ik de, de, de beste leerschool die we hebben. Ik denk dat we naast de lawyers groep hebben we een stuk of twintig bedrijven opgezet. Daar zijn er tien succesvol van geweest. En tien zijn echt mislukt. Ja, want jullie en, zijn zelf ook gewoon keihard ondernemer. Ja, Jeroen en ik hebben daarnaast nog drie of vier andere bedrijven ja. die we, waar we ook in private equity met bij in beeld zitten. Uh, dus in verschillende fases van. Start-up tot en met echt uh, Cascao uh, hebben ja. we wel meegemaakt. Ja. Dus we weten ook wel wat, uh, waar de behoeften zitten. Maar als je in de groeifase kijkt, zie je eigenlijk dat een ondernemer in het begin eigenlijk alles uitbesteedt. Dan gaat hij langzaam wat meer in, uh, intern. En op een gegeven moment komt er weer een groeifase dat er weer extra uh, disciplines nodig zijn. En dan ja. gaat hij het weer uitbesteden. Ja. Um, en uh, daarvoor vinden we het ook mooi, wat ik net ook zei, in die groeifase tussen de 5 en de 50 miljoen euro omzet. Uh, is dat een hele dynamische ont ontwikkeling. Uh, en dat stemmen we dus ook af waar liggen je, je, je wensen nu? En uh, heb je nu behoefte om dat totaal aanpak te, neer te zetten... en ja. echt een stratege aan tafel bij jouw MT... die meebeslist over budgetten... Uh, en ook af en toe met gestrekt been erin gaat? Ja. Of heb je dit allemaal al staan? En als je alles hebt staan, is dat hartstikke goed. En dan wil je gewoon het meeste uit je euro halen... door de beste specialisten die, die er zijn. En beide, beide routes kunnen. routes En kunnen. hoe heb je dat dan georganiseerd? Want uh, ik heb Juri eerder uh, geïnterviewd, ja, je partner. On. Ik zal in de beschrijving een linkje uh, aanbrengen daarvoor... Maar maar toen was het nog heel duidelijk: we zijn een bureaugroep. Nu ja. hoor ik meer, we zijn de Full Service Energy. Ja. Leg eens uit hoe je het gevormd hebt. Want je hebt ook een aantal bureaus opgekocht. Die hebben eigen labels. Ja. Dus is het nou. Is het nou één agency of wat is het? Ja, nee, uh, de Loyers Groep is één agency. Ja? Um, en maar we zijn opgebouwd uit zeven uh, uh, labels. En uh, wat daarin is, als je naar Loyers Groep kijkt, is een, een, een workforce van strategen, specialisten, die um, echt bezig zijn met transformatieopdrachten. Ja. Dus dan moet je denken aan uh, een verdubbeling van de organisatie. Dus je zit echt aan de business strategie. Aan de business kant kant van van de kant, ja. ja. Um, vervolgens wordt er een plan uitgewerkt. En en um, als het plan helemaal uitgewerkt wil, uh, 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 is... Uh, wil een ondernemer eigenlijk alleen nog maar met specialisten werken. Ja. En, en niet met generalisten. En ik denk dat dat is het, het vraagstuk wat wij oplossen daar in de markt. In die de, de specialisten zitten in die labels? Ja, dus op het moment dat het gaat over SEO... dan hebben wij bijvoorbeeld Smart Ranking. Uh, dat is gewoon de, ja, ik denk wel de top drie speler in, uh, in Nederland. Um, uh, en op het moment dat het dan dus ook over SEO gaat... Uh, heb je ook, werk je met iemand die 60 uur, 80 uur of 100 met uur... CEO werken, ja. met SEO bezig ja. is in de week. En uh, niet met een generale marketeer die ook wat van CEO weet. He, dus het heeft een beetje te maken in welke groeifase zit je. En hoe ziet je management team eruit? Heb je een management team met allemaal strate strategen op elk vlak zelf? Mm -hmm. Ja dan heb je, dat, heb je dat eigenlijk niet echt nodig. Um, maar we zien toch in die groeifase waar wij op zitten, dat dat best wel uh, we vragen vaak worden: denk even mee: hoe kunnen we nou de volgende groeifase gaan realiseren? En hoe is dat commercieel georganiseerd? Want die labels, want jullie zijn voor gedeelte organ... Zometeen wil ik meer weten over de groei ja. voor naar de toekomst toe. Ja. Maar tot nu toe, jullie zijn zelf gegroeid. Jullie hebben ook labels overgenomen. Ja. Hoe is, hebben ze een eigen PNL? Is dat, gaat dat allemaal centraal? Ja, nee, we hebben één, we hebben één PNL. Ja. En uh, we zijn gegroeid. Uh, in de markt zie je natuurlijk altijd een beetje de wave... van full service naar specialisme. Naar full service naar specialisme. Ja. Dat is uh, een eeuwenoude, ja. eeuwenoude, eeuwenoude trend. Ja. Um, en daarvoor hebben wij deze constructie ook gekozen. Uh, we zijn in 2016 uh, hebben wij. Loyals, uh, zeg maar, opgericht. Yeah. Um, dat was een samenvoeging van een aantal spe specialistische bureaus. Yeah. Zijn we naar Full Service gegaan. En in 2019 zagen we dat Full Service ja, uh, niet voldoende was. En hebben we dus uh, een viertal bureaus overgenomen. Yeah. Dat is uh, Gravity Platforming en Apps. Dat is Stimt e-commerce, Smart Ranking, uh, SEO en popcorn uh, aan uh, uh, in videoproductie. Yeah. Um, en waar we hoe we gegroeid zijn, is uiteindelijk. Um, door daarbovenop een laag te leggen van de Loyals groep, waar we alleen met strategen en commerciële consultants uh, uh, werken. En uh, die gaan dus ook echt met die grotere opdrachtgevers aan de slag voor die transformatieopdrachtgever. Maar de sales zelf yeah. in de labels. Wordt gewoon losse. Uh, die hebben zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen, eigen groei ook. En hebben ook die autonomiteit. Maar ja. het is wel één PNL. Het is het is één PNL, PNL het is uiteraard. Niet... Maar wat, wij, wat je dus merkt als je kijkt naar de grotere uh, bureaugroepen, um, zie je dat uiteindelijk uh, bij zo'n bijenbeeld ondernemers stappen eruit. Ja. Uh, de specialisten worden gedwongen marge verhogen, uh, generaal te gaan werken. Dus uiteindelijk uh, gaat alle ziel eruit. Maar ook merk je dat het langzaam. Generalistische opdrachten worden. En um, dat is iets wat wij pertinent niet willen. En daarvoor zeggen wij ook echt: onze labels, die merknamen, die zullen ook nooit veranderen, die zullen ook nooit, nooit verdwijnen. Hè, die zullen gewoon blijven bestaan, en ze zullen ook met elkaar uh, uh, op hun vakgebied hun specialisme uit uh, uitoefenen. Maar even vanuit branding en vanuit communicatie, budgetten ook. Je zou ook ja. kunnen zeggen, je noemt het allemaal uh, loyals. Maar dan ja. noem je het, weet ik veel, loyals, CEO, Loyals, video, Loyals. Ja. Loyal nou, Vanwaar ziet... de branding strategie, zeg maar. nou ja Dat heeft te maken met cultuur en dat heeft te maken met innovatiesnelheid. Uh, eh, op het moment dat je een club bent die alleen maar met e-commerce bezig, bezig bent, dan leeft dat dat het ademt dat als je daar binnen loopt, dan heb je ook het, uh, het idee van ja, ik ga nu investeren in e-commerce als on ondernemer. Mm -hmm. Dan wil je ook met het beste, uh, uh, ja, de beste mensen uit het vak werken. Mm -hmm. En daar is cultuur en een merknaam toch een belangrijk onderdeel van. Uh, maar ook om het binnenhalen van de grotere opdrachten. Hè, dus op het moment dat je echt voor de wat grotere bedrijven gaat werken. waar je op specialisme niveau aan, ta aan tafel wil zitten. Mm -hmm. daar zijn die ondernemers daar ook naar op zoek. Mm -hmm. En die willen niet een, 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 een generalistisch, uh, generalistische aanpak. Ja. Um, wij lossen dat dus ook op. door juist die do de duale strategie. Um, en dat een, een, een opdrachtgever gewoon de mogelijkheid heeft. om mee te bewegen. Uh, met zijn eigen behoeftes en zijn eigen groeifases. Dus op het moment dat het volledige specialistische vraag. Is, dan zullen ze dan worden ze ook gewoon netjes uh, uh, bediend door in dit geval bijvoorbeeld, wijze van spreken steamed e-commerce. Ja. Uh, maar er is altijd wel een account manager, een uh, strateeg aangehaakt voor het geval dat vanuit de lawyersgroep, voor het geval dat ze een, 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 ja, een, een stapje uh, in de breedte willen doen en dat je dan niet nog een keer een extra briefing hoeft te geven of uh, mm. uh, ja, dat, soort, uh, dat soort. Die dualiteit zit natuurlijk ook in de cultuur? Want je bent natuurlijk aan het groeien, je bent een cultuur aan het bouwen. Uh, hoe zorg je ervoor dat dat een eenheid is? Dat je aan de ene kant een soort uh, groep. Cultuur heb, noem ja. ik het toch maar even. Ja. Uh, en aan de andere kant komen natuurlijk, zeker als je bij een beeld doet, maar ook, ja, als je die eigen labels hebt, je hebt natuurlijk ook een eigen cultuurtje. Ja. Hoe zorg je dat dat allebei sterk ah, is? Dat is continu work in progress. Ja. Um, ik denk. Uh, het, het, uh, kijk, de, de belangen van de, de labels zijn net zo belangrijk als de belang van, uh, van, van Loyal Groep als een Full Service Agency. Ja. Um, en um, uh, we bedienen die dus ook uh, 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 ja, we bespreken dat ook gezamenlijk met alle MD's. Welke kant we ook. Uh, welke kant we ook opgaan en de ene keer geef je misschien iets te veel vrijheid eh, en dan maar daardoor komt er weer innovatie uh, uh, ontwikkeling in mm. zo'n label en de andere keer uh, ga je misschien iets te veel centraal en dan dan merk je dat je er weer iets te snel ja die die groei daarin beperkt ik kan me voorstellen dat er zit een spanning op die lijn want ik ja. stel ik jullie kopen mij en ja. ik heb een uh, ceo bedrijf en ja. ik vind dat veel wat, wat voor bedrijven naar op zoek nu bijvoorbeeld pakken even reële case wat nou we, zou, nog... we zouden nog wel willen groeien op C Nou zouden we oké ik heb uh, 50 man zitten ja. en jij koopt mij en ja. ik word dan ik blijf uh, gewoon de baas van dat label. Ja. Uh, maar dan kom ik onder de te, PNL te hangen van jullie. Ja. En dan heb ik straks een heel tof plan. Want ik ja. wil, weet ik veel, iets strategisch en marketing ja. doen. En, zo. en dan ja. zeggen jullie... Ja, uh, uh, maar je hebt maar zoveel... Voel je de spanning? Ja, natuurlijk. Ja, en dan denk uiteraard. ik... Nou, ja, Weet je wat, uh, Jerry? Uh, fuck jou. En ik, ik na, nee. Oftewel, hoe hou je die ambitieuze ondernemende MD's aan boord? Nou ja, dus we, we spreken gewoon natuurlijk van tevoren met elkaar af... Uh, wat is succes en wat is het resultaat? En op ja. het moment dat je daar gewoon uh, aan voldoet of overperformt... Heb je ook gewoon de vrijheid om te investeren. Ik denk dat in de afgelopen twee jaar... Dat ik, dat ik als... Als de, eh, als de directie dat we nog nooit nee hebben gezegd op een investeringsplan van, uh, van een label. Mm -hmm. Dus je, omdat je zelf als ondernemer bent, uh, voel je ook die spanningsveld als je, uh, ja, als je tekort gehouden wordt. Uh, dat wil je ook niet. Mm -hmm. En dat komt ook uiteindelijk de opdrachtgever ten goede. Hè. Dus alles wat er geïnvesteerd wordt, alles wat als je naar al die clubs nu kijkt, wat ze hebben staan, dat hebben ze gedaan. Niet omdat ze volledig op die PL hebben gefocust. Mm -hmm. eh, ze, ze hebben de juiste specialisten binnen. Ze, ze weten de juiste technieken op tafel te leggen. Juist omdat ze innovatief zijn geweest, juist omdat. Dat ze bezig zijn geweest met groei. Uh, en als je alleen maar... een uh, P&L-optimalisatie bezig bent... dan werkt dat, dan werkt ja. dat gewoon niet. En, ja. en je ziet het ook eigenlijk wel gebeuren. Ik denk dat als je kijkt naar de grotere, grotere clubs... en al de ondernemers ook die we spreken... ik denk dat meer dan de helft van de ondernemers... binnen drie jaar eigenlijk wegstapt... van zo'n... bij een beeld... Ja. waar ze zich hebben aangesloten. En dat is iets wat wij absoluut niet willen. We willen graag juist iedereen uh, behouden. Um, dus ja, dat op die manier bereiken we dat... Uh, bereiken we dat ook. Uh, dus juist vrij vrijheid geven, want uiteindelijk komt dat, uh, dat ten goede. Hoe gaat het met de groei? Want we hebben betere tijden gekend ja, in de ja, branche. Noem ik ja. het maar even. Hoe gaat het met jullie groei? Nou, we hebben uh, 2023 is een, uh, is een pittig jaar geweest. Hè. Daarin hebben we ook wel echt wel even gestabiliseerd. Ja. Uh, we hebben ook in de markt even aangekeken qua uh, onze. Uh, we hebben nog smart ranking uh, begin 23 afge afgerond en we hebben vorig jaar dus ook geen overnames uh, gedaan. Om ook even te kijken, ja, never catch a falling knife om zomaar ook te zien. Wat gebeurt daar? Zelf hebben we de groei redelijk stabiel kunnen doorzetten. Um, uh, en zie je ook um, uh, dat wij momenteel iets aan het oplossen zijn voor bureaus, maar ook voor ondernemers um, waar ze allemaal tegenaan lopen. En dat is natuurlijk het... Als je de groei gaat maken van 30 naar 50 uh, FTE in een, in een agency, dan gaat sales en marketing, dat gaat een hele andere rol spelen. En je ziet heel veel bedrijven dan nog een extra salespersoon erbij te zetten, maar uiteindelijk komt het daar niet mee, omdat ja, heel veel... Rol Komt uit vanuit de ondernemer. Ja. Um, dus je hebt een sterkere positie in de markt nodig. Je moet uh, samenwerken zowel voor een agency als de, om te goed te, de, de groei te kunnen maken, maar ook voor de opdrachtgever is het belangrijk dat ze met ethici werken die juist die synergie hebben en samenwerken. Want dan is het uh, ja, dan kunnen ze de, de efficiëntie die ze hebben, die kunnen ze investeren in innovatie, in nieuwe producten, in mm -hmm. nieuwe technieken, uh, in de beste mensen in plaats van dat ze dat allemaal in die overheid gaan investeren. Ja. Um, dus het ja, wat dat betreft en dus is het, het, het de, aan de twee dus kant is kant. de goede move om aan te sluiten bij een club als Loyal zeg je op ja, zo'n moment. Ja, dat denk ik zeker. Ja, ja. Als we als je nu ook kijkt voor zowel voor de opdrachtgever, die, 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 die krijgt juist die dualiteit. Die, die krijgt aan de ene kant die snelheid van innovatie. Met de beste specialisten uit het vak werken. Maar aan de andere kant ook het strategisch vermogen. Om uh, grotere transformatieopdrachten uh, aan te kunnen. Hè? En niet uh, op het moment dat je aan even wat groeit binnen dat specialisme. En je hmm. wilt uh, nog marketing aanhaken. Of je wilt nog een, een development club aanhaken. Dat je drie projectmanagers managers hebt waar je die allemaal aan het betalen bent om die overheid uh, ja. uh, werkbaar te kunnen maken. Ja. Uh, dus dat is wel, een, uh, ja, dat is wel een, een belangrijke stap van ons. Hoe gaan jullie die groei. Doen de komende tijd. Is dat natuurlijke groei? Gaan jullie, hebben jullie overnameplannen nodig? Ja, een combinatie. Uh, we zijn dit jaar uh, bezig uh, om uh, ja, Loyals Groep als full-service agency steeds meer in de markt te positioneren. Dat doen we door, door middels branding, door middels van sponsoring zijn FD-gestellerpartner. Ja. Um, maar ook uh, door die centrale uh, commerciële en operationele organisatie te laten groeien. Uh, en ook door uh, de integratie uh, van de labels onderling. Eh, dus dan moet je denken van ze hebben volledige vrijheid qua ondernemen. Uh, maar wat we wel aan het doen zijn... is de, de commerciële teams... die zijn we, zijn we wel veel met elkaar aan het laten Knap samenwerken. Ik, ja. dus somber, en integreren. Ja. En uh, daarin zie je dus nu echt wel... De, zowel dat opdrachtgevers als de levens daar de vruchten van aan het plukken zijn. Financieren jullie alles zelf? Of zit er private equity in de club? Nee, er zit een uh, stuk private equity in de club. In 2020 uh, hebben Jury en ik... Uh, zagen wij de plannen van waar de markt heen ging. We zagen natuurlijk die consolidatie al in, ja. in, in, in 18, 19 begin... Ja. Uh, begon, ...hebben we even een tijdje aangekeken. Maar uiteindelijk uh, veel met andere clubs gesproken... ...dat we ons konden aansluiten. We vonden onszelf nog te jong... ...maar we zagen ook dat er geen club was... ...die volledig op die ondernemers zat. Ja. Uh, je ziet allemaal of richting corporate... Of ze willen het eigenlijk helemaal digitaliseren naar een niche, in een naar de kleinere spelers. Waardoor ze dus met weinig mensen veel ja, licentieomzet kunnen, kunnen creëren. Ja, ja. En uh, wij willen juist die consultancy voor die ondernemer uh, neerzetten, omdat daar onze passie ligt. Um, en toen dachten we, ja, dan moeten we het zelf gaan doen. Toen hebben we in 2020 hebben we eerst ons hostingbedrijf verkocht en nog een IT-club van, uh, van Joer. Um, en die geld hebben we gebruikt om die groep te bouwen. Maar al merk je al gauw, als je dat echt wel neer gaat zetten, je hebt best wel even wat kapitaal nodig. Ja. Um, en ook gewoon heel eerlijk, uh, wij waren 33, 34 toen we daar kwamen, kwamen we bij de bank. Uh, ja, die zeiden meer dan een stukje kapitaal, uh, ja hoe noem je dat, uh, werkkapitaal financiering kregen we niet echt voor elkaar. Ja. Um, en dus toen hebben we een professioneel traject opgestart. Um, hebben we in één week uh, we 13 of 14 gesprekken gedaan, uiteindelijk met drie partijen exclusief gegaan. En hebben we voor Sovindiv gekozen. Is een uh, Belgische uh, ja, private equity ontstaan uit de Family Office. Ja. En uh, daar hebben we een partnership aan gegaan. En het mooie daarmee is dat we daar 50-50 in zitten. En dat was nogal een ding bij de Nederlandse private equity clubs. Dus daar zijn we heel blij mee. Zij zitten er 50% in bij jullie. En jullie hebben nog 50%. Die wil er ook altijd weer uit, hè? Private equity. vinden ze vaak wel. Wat is hun horizon? We hebben iets van 7 tot 10 jaar afgesproken. Dus dat is ook wel een langere periode. Dat was ook een belangrijk onderdeel voor ons. Omdat je gewoon het bij elkaar brengen van die culturen. Maar ook waar we voor gekozen hebben. Als we het puur voor het geld zouden doen, hadden we een hele andere structuur gekozen. Want dan is het alles op één hoop stapelen of juist niet, of alleen maar gewoon allemaal losse labels naast elkaar ja. en uh, rijgen en het dan aan de volgende investeerder uh, laten. Uh, we hebben niet de makkelijkste weg gekozen, maar we geloven wel dat, dat, uh, dat er een plek is uh, en dat er ook echt behoefte is uh, bij die ondernemer uh, nu met al die nieuwe technologieën. Dat ja. ook wel aan zijn van ja, hoe moet ik het in godsnaam gaan doen? Eén ding nog even over uh, de, de, de bureaupropositie. Uh, ja. Wat waar ik nu wat zo in me op kon... En waar ligt voor jou de scheidslijn tussen uh, consultancy? En een Marcom agency? Ja, ja ik, ik geloof persoonlijk dat die steeds dunner wordt. Ja. Hè? En uh, okay. dat is ook uh, als je kijkt naar uh, de, de, de clubs. Ik, ik, ik zelf geloof er uh, enorm in dat wij uiteindelijk uh, de digital agencies, de plek van de, de traditionele accountancy en de consultancy clubs, gaan overnemen. Eh, de, alle vraagstukken zitten, zitten techniek in, zit uh, marketing communicatie gecombineerd met techniek in. Um, en uh, waarbij de familiebedrijven en de mooie Nederlandse, ja, het, het, het MKB van Nederland, maar gewoon echt waar de, 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 ja, de top van Nederland wel, 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 wel plaatsvindt, ja, die vindt gewoon geen die vindt gewoon niet meer het advies bij een traditioneel accountskantoor of de fiscalist of de, of de consultant, omdat ze ook niet de executiekracht hebben. Dus ze kunnen het financieel wel duiden. Ze kunnen aangeven hey, dit, dit, kan, dit businessplan zou kunnen werken of niet. Ze kunnen het strategisch kunnen duiden, maar kan, heb je ook de executiekracht om het daadwerkelijk uh, te, te bouwen voor, die, uh, voor, ja, voor, ja. voor je opdrachtgever. Ja. En daar mist het natuurlijk. Ja. En dat, ja. Daar zit jullie full service power. Ja, zeker. En, uh, en, en uh, ja, als je dat concreet slaat, dan, dan leveren wij Strategie, uh, we leven merk, uh, uh, online marketing, uh, uh, automation en data. Hè, dat is waar ja. we ons op focussen. Ja. Um, uh, maar wel echt die, die, die combinatie van strategische uh, denkkracht... gecombineerd met executiepower. Ja. Ja. Hoe ben jij als leider? Um, <coughs> ik denk dat ik heel veel... Ik ben heel betrokken. Uh, uh, mijn energie zit hoog. Ik uh, uh, check vaak in. Uh, hm. Geven aan de andere kant uh, wel veel vrijheid. Uh, heb ik wel moeten leren. Uh, want dat is natuurlijk ook een, een stuk. En, en helemaal in de dualiteit. Toen, toen wij die stap gingen maken. was, was Loyals ongeveer 80, uh, 80 FTE rond die koers. Uh, nu erbij in beeld. We zitten nu zo rond de uh, 150 ongeveer ja. uh, FTE's. En uh, ja, kijk, um, uh, toen we die stap gingen maken, ga je natuurlijk ook weer met uh, andere type managers werken, andere ondernemers erbij, et cetera. Dus ik heb daar me daar eigenlijk wel mee moeten ontwikkelen. Uh, en dat is, ja, dat, dat, dat is alleen maar mooi om, om, om te zien. Werk jij het meeste in je bedrijf of werk jij het meeste aan je bedrijf? Sinds vorig jaar doe ik geen klantmeetings meer, zeg maar in de detail. Ja. Dus uh, ik heb wel klantmeetings. Hoe gaat het? Feedback. Ja. Uh, wat vinden jullie ervan? Waar kunnen we voor leren? Ik ben heel veel bezig met die product market fit. Hè? Wat hebben onze opdrachtgevers in de toekomst nodig? Ja. Um, uh, maar sinds uh, vorig jaar is het echt uh, het, uh, ja, de management teams van de labels en het management team van Loyals Groep als full service agency uh, ondersteunen bij de, bij de groei. Zijn er dingen waar je wakker van ligt als je naar de nabije toekomst kijkt? <tus> um, nou ja, ik, wa, wa, wat ik wel zie is de adoptiesnelheid bij uh, de, 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 de momenteel bij de opdrachtgevers. Hè, uh, van de nieuwe technologieën. Ja. Um, dat is... Uh, dan merk ik wel dat uh, wij in een... Uh, ja, toch wel in een bubbel, uh, bubbel leven. Als... Uh, nou ja, jij zal dat ook zien. Jij spreekt elke ja. keer de ondernemers... die op het uh, ja, echt wel aan het snijvlak zitten. Uh, dus die zijn daarmee bezig. Ja. Die zoeken dat op. Wij als Agency Digitals natuurlijk ook. We dus zijn er continu met die, nieuw, die nieuwe technologieën... en strategieën bezig. En zelfs dan is het moeilijk bij te houden. En dan is het lastig <coughs> moeilijk bij te houden. Ja. Maar ik merk wel, als we dan aan tafel zitten... dan, dan schrik ik nog wel eens van de... Uh, puur alleen al de kennis of ze ermee bezig zijn wel of niet. Uh -huh. um, en ik denk toch wel dat het een vorm van een tsunami uh, zal, zal zijn, uh -huh. waarbij ik uh -huh. niet het idee heb van dat alles wordt weggevaagd en dat we alleen maar worden, dat we allemaal volledig worden vervangen. Um, maar ik geloof toch wel dat er meer um, experimenten zouden moeten worden gedaan en meer uh, minder winstoptimalisatie zou moeten worden uh, nagestreefd. Uh -huh. uh, ja, geïnvesteerd moeten worden Om in klaar in de te toekomst. zijn voor die toekomst. Ja, dat denk ja. ik wel. ja. 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 En uh, tot slot, waar, waar lig je niet wakker van, maar waar word jij wakker voor? Um, ja, wat ik het mooiste vind is om samen te doen. Hè. Ik wil uh, samen te ondernemen, uh, uitdagingen aan te gaan en uh, samen te kijken naar uh, dingen die eigenlijk onmogelijk lijken, uh, toch mogelijk te maken. Mm. Uh, um, toen ik met Jury, uh, die, uh, die heeft deze club in 2001 uh, opgericht, uh, zat hij uh, ja, boven, boven de kroeg. We hebben inmiddels ook uh, in onze kroeg uh, niet alleen een gym, maar uh, toen we het pand gingen bouwen, zei Joe van uh, uh, kantoor, nou. Het kantoor moet weer uh, boven de kroeg uh, komen. Maar die jongen is in 2001 uh, begonnen met, uh, met uh, pure websites bouwen en verkopen. computer van zijn oma gehad, et cetera. Um, hij heeft, heeft dat opgebouwd. Uh, toen ben ik met hem samen gaan, gaan werken. En ik weet nog goed, ik vond het laatste, de eerste... Het begin is een soort consultancy adviesrol. Ik zat meer in mijn uh, product uh, market fits, uh, commercieel strategie, advies. Dat soort uh, dingen deed ik. En ik had een offerte gemaakt. En daarin stond, uh, ja, hij wilde graag verdubbelen in, uh, in vijf jaar tijd. En dat was in 2013. En toen uh, draaiden we ja, 1 miljoen omzet of zoiets. En we ja. zitten inmiddels op 15 miljoen. Ja. En uh, ja, weet je, dus dat zijn natuurlijk wel echt enorme stappen. die je helemaal in het begin. waarvan je denkt, ja, hoe dan? En dat kan helemaal niet. maar ja. dat je dat toch voor elkaar gaat krijgen. Ja. En uh, dat vind ik leuk. omdat we dat ook niet alleen voor onze eigen club doen. maar dat doen we dus eigenlijk nu ook vooral al onder ondernemers. Ja. Dus we hebben ons specialisme. eigenlijk uh, de, wat we leveren, hebben we door om te kunnen ontwikkelen. naar eigenlijk mee ondernemen met onze opdracht. Ja, ja schaalbaar gemaakt eigenlijk. Ja. Ja, ja. En het is nog niet klaar hè? Nee, 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 dat, nee. Ik weet, het blijft het Loyals Groep heten, eigenlijk. Qua groep, omdat je het nu Full Service 1 zien noemen. Ja, en niet dat is een je, um, uh, Namen uh, is ja. sowieso al iets. We hebben ook een merkclub, de New Dutch. Uh, ja. uh, dat, uh, dat doen we met, uh, met Jillian. En uh, ja, uh, die zegt ook altijd, uh, er wordt vaak een vraag geveld: uh, kan je een naam voor ons verzinnen? Ja. Uh, daarin zeggen we, tuurlijk, we geven wat voorbeelden. Maar uiteindelijk is het met name bij ondernemers die, die zelf betrokken zijn, dus dat, uh, dat ligt daar veel emotie. Ja. 对。<Sure. S 2> yeah, yeah. Uh, wij hebben er niet zoveel emotie, uh, emotie aan. In dit geval was het uh, 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 de sterkste naam die momenteel met de meeste branding naar voren was gekomen. Dus hier gaan we gewoon op doorbouwen. Uh, zolang het ons dienst zal, uh, zal dat zeker zo, zo blijven. Maar er zijn helemaal geen heilige huisjes in het, uh, in het bouwen. Ik geloof wel dat, uh, uh, dat de cultuur belangrijk is om dat, uh, dat te behouden. Ja. Dus voorlopig blijft het gewoon Loyals ja, Groep. Zeker. Ja. Jerry Remmers van de Loyals Groep. Dank je wel. Dank je wel uh, voor het kijken. Dank je wel voor het luisteren naar weer een prachtig ondernemersgesprek. Uh, over de prachtige branche die Markt en Communicatie heet, waar heel veel gebeurt en staat te gebeuren. Uh, dus leuk om een kleine insight te krijgen van uh, Jerry van de Loyals Groep. Uh, vind je dit soort gesprekken nou leuk? Ik heb zijn collega Jury ook geïnterviewd. Blijf hangen als je op YouTube zit. Over drie seconden krijg je die te zien. Automatisch abonneer je om niks meer te missen. Uh, en zit je te luisteren naar de podcast, abonneer je ook daar op CVD TV. Dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi!